Het is een heuse derby. De brug over bij Renen en dan zijn ze er van Liende. 25 kilometer is het hooguit. Ploeg van Hans Kraaij in het geel. GVV, de thuisploeg. Adnane neemt de vrije trap snel. Maar de boomlange doelman Schimmel van Liende laat zich niet verrassen. Het is het openingsschot van GVV. Opnieuw met de verre bal van achteruit. Dit is Lahmoudji. Ja, als je zo'n bal goed raakt, is het een wereldgoal. Maar dat was het dan wel voor GVVV. Dat plichtmatig speelde van de Meirakker. En dan via twee mannen de bal bij Bentadi. En dan staat Liende zomaar ineens op voorsprong. De goede doortikker is van Popalzai. En die zet Bentadi vrij voor Johan Jansen. Liende op voorsprong. Van de Meirakker, die ziet Jansen wat ver voor zijn doel staan. Het is een aardige poging, maar ook niet meer dan aardig voor de spits die volgend jaar bij IJsselmeervogels speelt. 0-1 de ruststand. Terschegge met het afstandsschot. Doelman Schimmel heeft hem niet klem. En in tweede instantie redt hij ook op de inzet van Brouwer. Kraaij kan tevreden zijn over die actie. Nog altijd 1-0 voor Liende van de Meirakker. Oh, een foutje van Hulsbos en een foutje van de Meirakker. Hulsbos opgerucht en van de Meirakker baalt. Dit had de 0-2 natuurlijk moeten zijn voor Liende. En dan had de wedstrijd in het slot gezeten. Hulsbos en dan is het ineens gelijk. Bart Hulsbos, de centrale verdediger van GVVV. Vorige week in Barendrecht niet van de partij omdat hij geblesseerd was. En hier met een geplaatst schot verrast hij doelman Schimmel en eigenlijk iedereen op Panhuis. Staat het 1-1. Dan de overtreding van Den Hartog op Hak. Scheidsrechter Blank vindt het genoeg voor geel. En het is de tweede gele kaart voor de laatste man van GVVV. Dat verder moet met 10. Maar zich niet laat weerhouden door die onderklotsituatie om op jacht te gaan naar de winnende. Ajag, vorig jaar nog Liende. Het is een aardige poging van Mo Ajag. En dan De Graaf. Doelpunt afgekeurd. Dat snappen ze niet bij GVVV. Maar we gaan het ze uitleggen. Hier is het geen buitenspel. Als Terschegge hem erin ziet is het ook geen buitenspel. Maar De Graaf staat wel buitenspel. En daarom dus nog steeds 1-1. Bentadi in de extra tijd. De redding is van Johan Jansen. Het blijft 1-1 op Panhuis. En daar heeft Liende eigenlijk niet zo gek veel aan. GVV is de derde plaats kwijt.